Niet op één en ook niet de late talkshow van RTL 4, maar vandaag een site is veruit de meest besproken talkshow van de Nederlandse televisie. En dat zorgt natuurlijk voor enige jaloezie, want elk praatprogramma wil The Talk of The Town zijn. Op één verdette Thijs van den Brink beklaagt zich er nu op NPO Radio 1 over dat VI zo ontzettend de headlines beheerst. Johan Derksen vindt dit, René van der Gijp vindt dat. Boeien. Althans, dat vindt Thijs. Het wordt zo belangrijk gemaakt. Wat maakt het nou uit wat Johan Derksen van Dylan Jesseltjols vindt? Priest hij. Mediaanalist Jaap van Zessen daarop, ik ken heel veel mensen die geen Opeen kijken en geen RTL talkshow, maar wel naar VI. Al jarenlang. En dat is het enige wat ze meekrijgen over het nieuws. Dus als Derksen daar zegt, ik stem deze keer op Caroline van der Plas, en de BBB wordt drie dagen later de grootste. Er zit absoluut wel een verband in. Thijs denkt dat de grote talkshow concurrent echt niet zo invloedrijk is. Daar geloof ik dus helemaal niet in. Mark Rutte was daar nog vlak voor de verkiezingen, fantastisch kijkcijfer en Mark Rutte had een heel matige uitslag. Hij had het hartstikke goed gedaan, vond iedereen, en toch had hij een hele slechte uitslag. Johan die zijn achterban beïnvloedt? Larikoek, vindt Thijs. Heel veel mensen vinden al iets en die kijken dan televisie. Maar mensen gaan niet ineens omdat Johan Derkse zegt dat Frans Timmermans een leuke man is, allemaal op de PvdA stemmen. Daar geloof ik helemaal niks van. Ik vind het een ernstige onderschatting van de kiezer. Een van de media die daaraan meedoet is het AD, al Thijs. Ik zag een artikel in het AD waar vrolijk opgeschreven werd wat de mannen van VI vinden van de lijsttrekkers. Gewoon een heel artikel over de mening van Johan Derksen en René van der Grijp over Dylan Jesselchoes en Frans Timmermans en zo. De krant had er zelfs een deskundige bij gehaald, voetert Thijs. Hij doelt op Kai van der Linde. Ik denk dan jongens, wat gaat het over? Er zijn een paar mensen met meningen, laat die lekker die meningen verkondigen.